Ja, ik vind het verschrikkelijk. Want het is nog maar 3 weken is de zaak open van Biedermeijer. En nou is die al afgebrand van haar. Een fijne zaak ook om schoenen te kopen. Zeker voor de kinderen en voor jongeren, hè, moderne schoenen. Nou, heel het zaakje afgebrand. Het hakt er natuurlijk wel in. Het is ja, triest voor de gemeente Middelharnis is natuurlijk. En, panden op een winkelcentrum, dat is natuurlijk nooit leuk. Het is het gesprek van de dag in Middelharnis. De brand verwoestte 4 winkels, waaronder een schoenenwinkel en de zaak van een bloemist. Ook het appartement van Michael Klaasens ontkwam niet aan de vuurzee. Je staat gewoon toe te kijken hoe het centimeter over centimeter af brandt, zeg maar. Ja, dat is zoiets. Ja, ik kan het ook nog steeds niet thuis plaatsen en met woorden uitdrukken. Het begint wel nu steeds meer met het dalen van, joh, we hebben niks meer. Ja. Heb je nog iets kunnen redden van je spullen? Ja, een paar Nike's en 2 schoenen. Ja, dat is alles. Dat heb ik nog heel gauw voor me bij de deur kunnen pakken. En ja, dat is het. Ja. Naast zijn spullen en woning is Michael ook zijn kat kwijt. Volgens omwonenden is de kat aan de brand ontkomen. Maar hij heeft zich nog niet laten zien. Los van alle spullen en waar we allemaal kwijt zijn. Het enige, dat, ja, de kat, dat is me nu nog in feite nog het meeste waard. Maar van alles. Ja, ze is zwart. Ze heet Lily. En ze is klein, ze is nog geen jaar oud. Dus, en ook nog nooit buiten geweest. Ze is nu 1 maand of 9. Dus ja, ze is, als ze ontsnapt is, dan is het ook wel spannend voor haar.